Hallo mensen, welkom terug in Prison Architect. Het is alweer een poosje geleden dat ik deze game heb gespeeld, maar we gaan er nu gewoon mee verder. En ik zie direct dat hier... Oh ja, maar hier werd het al gebouwd. Deze CCTV heeft geen stroom. En wat heb jij te klagen? Guard required to operate monitor. Waarom... Zit jij hier dan niet? Oké, dit is even vreemd dat hier nu geen guard naartoe gaat. Maar goed. En hij is er nu ook af. Shit. Waarom gaat het omhoog? Oké, het is hier behoorlijk vies. Is er genoeg eten? Ja, er is genoeg eten. Maar waarom gaat het omhoog? Nou ja, vreemd. Ik ga nu gewoon even kijken wat ik even moet bouwen. Oké, dat wordt dus gedaan. Wat is nodig? Recreatie. Wat valt er onder recreatie? Heb ik al een common room? Oké. Nee, dat heb ik dus nog niet. Dat ga ik dus even bouwen. Als eerste ga ik even kijken, kan ik wat aannemen? Dat is gratis. Dus dat doe ik sowieso even. Ook omdat ik dan... Ik wou toch niks anders doen wat security moest doen. En educatie ga ik even doen. Want dan kan ik ze wat slimmer maken en zo. En daarmee zorg ik er ook voor dat er wat minder rellen komen. Wat ze dan wat te doen hebben. Ik ga even de verdering... Waar zal ik de common room gaan bouwen? Ik ga even de verdering... hier uitbouwen. Hopelijk gaan deze muren niet kapot, want dan moet ik dat weer oplossen. Heb ik geen zin in. Requires entrance. Dat kan ik doen. Het is gewoon deze deur hier neer te zetten. Het is een beetje vreemd. Ik heb de afgelopen tijd heel vaak gehad dat ik met zo'n verdeuring dat nooit lekker gaat. Het faalt altijd een beetje. Hij is nog niet aangemeld. Nu moet ik even goed nadenken. Moet ik nou een CCTV? Oh. Ze werken allebei. Dus het maakt blijkbaar niet uit hoe je ze connect. Nou, ik ga hem nu gewoon even vanaf hier daar naartoe doen. En hij werkt! Yay! Yes! Hij werkt. Nou, zij zijn nu bezig daarmee. En mijn gevangenen zijn aan het slapen. Ik ga even wat meer janitors aannemen. Nog twee. Zodat mijn gevangenis wat schoner gaat worden. Want volgens mij maakt dat toch wel wat uit. Requires entrance. Ja, die is er al. Oh, wacht. Ik moet hem waarschijnlijk op de fundering zelf zetten. Dan zet ik er eentje hier. Oh, gaat wel werken? Vraag me af of dit wel werkt. Ja, heeft gewerkt. Oké, dat is mooi. Dan ga ik nu even elektriciteitskabel hierheen brengen. Op deze manier moet het er wel komen. Wil ik dat ze via de cellen erheen gaan? Weet je wat? Ik haal dit hier weg. Volgens mij werkt het hiermee. Ja.
Ja, mooi. Dat wordt nu weggehaald. En dan ga ik hier ook weer een verdeling maken. Building concrete. Zo. Want dan wordt dit nu gewoon even binnen. Zijn er genoeg maaltijden? Ja. En waarom gaat het telkens tijdens het eten... Elke keer tijdens het eten gaat de danger level omhoog. Dat vind ik vreemd. Want dit is gewoon goed. Ja, hygiëne. Wanneer kunnen ze douchen? Oké. Ik ga het nu even zo doen. En dan kunnen ze hier nog douchen. En al yard en de vrije tijd. Dat werken komt later pas. Want dat kan ik nu nog niet. Oh. Oké. Dat kende ik nog niet dat dat zo gebeurde. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Ik zet hier nu even... weer een muur. En dan mag hier de muur weg. Misschien is het slim om dan de deur hierin te zetten. Ga ik dat maar even doen. Objecten. Dat had ik hier een large geel door gedaan. Zodat er veel mensen tegelijkertijd naar buiten konden. Dismantle object. Dan mag die dood. Nee, niet dood. Kapot. Hier is nog een deur. Ik weet niet waarom ze locked open zijn. Zeker waarom is deze dicht. Nou ja. Zorg er even voor dat zij niet boos worden. Ze worden nu wel boos, maar dat mogen ze niet. Ja, mooi, die gaat ontmanteld worden. En dan moet daar nog wat elektriciteitskabel. En dan kan ik hier een common room gaan maken. Hopelijk worden ze daar, zijn ze daar blij mee. Waar staat hij? Common room. Allow your prisoners some free time to relax. Ik maak hem zo groot. Want dan komt hier een muur. En hier een muur. En laat ik er alvast maar voor zorgen dat elektriciteitskabel hier binnenkomt. Dat komt hier al mooi. Ja. Hup, doe die deur maar open. Goed zo. Oh ja, voor de yard moeten ze nu via hier. Deze mag in principe open blijven. Oké, nu gaan de deuren weer goed. Oké. Ik weet niet waarom de deuren niet goed gingen. Jij mag open blijven, jij mag open blijven. Waarom is hier eigenlijk nog een deur? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nou, die deur ga ik dus ook even weghalen. En dan komt de common room. Dan laat ik daar maar even wat in gaan bouwen. Nou, bouwen, neerzetten. Een pooltafel. Zullen ze waarschijnlijk wel leuk vinden. Wedge bench. Ach, waarom ook niet. Een paar telefoon dingen. In principe mogen deze deuren ook open blijven. Want via hier kunnen ze toch nergens heen. Waarom zijn er dan nog deuren? Dismantle. Ja, ik weet dat het jullie niet gaat lukken. Oh, hier is drugs. Of zo. Er is iets. Hier moet ik even een object in gaan zetten. Het wordt dan gewoon een deur. Oh ja, ik weet wel waarom ik deuren wil hebben.
Maar dat kunnen dan gewoon de deuren worden. Want ik wil deuren hebben. Zodat ik mijn deployment dingen aan kan passen. Oh, het is unlocked vanwege het feit dat ik dat heb gedaan. Ik ga even... Oh, jammer. Ja, dat komt dus doordat ik geen deuren heb. Ik wil zeggen, ik ga hier even een guard inzetten. Zo'n metaaldetector, werkt dat? Kan ik daar een deur op plaatsen? Dan kan ik er gewoon een deur op plaatsen. Oh, dat is misschien ook wel mooi. Nou ja, mooi, ik weet niet of het mooi gaat worden, maar... Kan er ook wel handig zijn. Waar wordt er gevochten? Oké, er wordt helemaal nergens gevochten. Ik werd gewoon gek. Ja, er zijn heel veel mensen moe. Ik ga... Nog... Oh, kut. Shit. Ik heb niet genoeg geld meer. Finance. Waar staat het bij? Grants. Mooi, oké. Dan ga ik maar even wat dingen doen. Research deployment. Oh, daar krijg ik niks voor. Jee. Wat heb ik allemaal al gedaan? Mod installed. Oké. Nou, dit was even een mooie manier om even heel snel geld... Heel snel. Klein beetje geld te krijgen. Workshop nog niet. Die nog niet. Oh nee. Godsamme. Behoorlijke gevechten. Nou ja. Jammer. Oh ja. Nu ik telefonie heb. Voordat ze dingen gaan zeggen zo van... Ja, kun je me komen ophalen? Of dat ze een plannetje hebben om me te ontsnappen. En dan gaan ze even vrienden vertellen of zo. Ik weet niet of het echt zo werkt, maar het is wel leuk om het zo te denken. Phone tap. Oké, moet ik wel nog een guard hebben. Maar daarbij kan ik die telefoons afluisteren. Dus dat is wel mooi, want ik zie dat ze behoorlijk aan het bellen zijn. Heb ik al... Ja, visitation heb ik. Visitation. Ik weet niet hoe ik dat zei. Hier wordt even stroom naartoe. Dus dat wordt zo gedaan. Waarom... Nou ja, laat maar. Ik weet niet waarom ik daar stroom zo vreemd heb laten leiden. Laten omlopen. Oké, hij wordt weggevoerd. Ja, One in solitary confinement en one in lockdown. Oké. Maakt me niet heel veel uit op zich. Ja, het is beter natuurlijk als we dat niet zijn. Maar ja. Waarom gaan jullie niet gewoon via die deuren? Soms snap ik het niet. Echt niet. Deze kijkt nu niet het hele ding. Hij kijkt maar een heel klein stukje. Oké, dan ga ik die even omwisselen. Met een CCTV. Hij kijkt nu zo. Dat is op zich wel goed. En dan doe ik hem daar. Oké. En dan elektriciteitskabel. Ik denk dat dat wel gaat werken. Ja. En kan ik dan nog iets gaan doen? Hoeveel mensen heb ik nu? 14, ik kan er 20 hebben. Maar waarschijnlijk gaat hier dan weer heel veel meer mensen in doen. Dat vind ik jammer. Dat kan ik niet echt regelen hoeveel mensen er binnenkomen. Kan ik deze doen? Unlock security, unlock deployment, unlock CCTV, build a security room, hire at least 10 guards. Ik denk dat ik deze nu gewoon direct krijg. Ja, mooi. Dat is gewoon weer even 33.000 of zo. Dat kan ik
ja, kan ik op zich wel doen, maar dat is een beetje te veel moeite. Staff room. Drie wijde sofa's. Dus eerst ga ik jou even connecten met hem. Zo, ja. En dan moet jij nog even stroom krijgen. Dat doe ik zo. En jij hebt de stroom. Oké, dat is mooi. Ja, dit wordt nu gewoon gemonitord. Ja, ze worden weer een beetje bozer. Ik maak gewoon de yard wat korter. Wacht, zullen we even gaan douchen? Waarom is hij zo donker? Voor video game piracy. Video game piracy. Ik kan wel Engels. Het klinkt alleen niet zo heel goed. Oké. Nou ja, ik snap dit toch niet echt. Ik snap niet wat dit bedoelt. Wat hiermee bedoeld wordt. Waarom douchen jullie niet? Nou ja, wat jullie zelf willen. Ik vraag me eigenlijk af hoe dat gaat. CCTV's in douches. Maar blijkbaar gaat het goed. Het zou wel alleen niks verbazen als ze ooit in een volgende update opeens gaan hebben dat dat niet meer kan vanwege het water. Nou, hier kan nog een wijde sofa. Maar blijkbaar had ik iets aangeklikt. Ik dacht, wat doe ik hier nou mee? Maar goed, hier kan nog een wijde sofa. Ik kan er wel mooi naast. En dan doe ik er hier gewoon nog een. En ik kan nu ook de phone tab gaan connecten met deze mensen. Oh, blijkbaar hoefde ik nog maar één sofa. Nou ja, dan gaat die lekker weg. Wat is mijn volgende? Heb ik nog een volgende? Oh, yes. Ik kan nu mensen gaan opleiden. Ik doe deze maar. No regime timeslot. Ja, oké. Okay. En deze duw ik maar. En dan regime. Waarom klikte ik dat weg? Maar goed. Regime. En dan werken. En dan wordt dat tijd om te werken. Niet wegklikken. Programs, denk ik. Ja. No regime timeslot. Wat moet ik dan invullen? Werk. Ja, all reform programs also take place. Oké. Nou, ook in een klaslokaal. Dus het klaslokaal ga ik nu ook maar even bouwen. Classroom. Zo groot. Want dan kan er nog een gang zijn hier. Dit, normaal ben ik behoorlijk met dat alles gelijk is. Maar vooral met dat de yard daar zit. Is het nu niet echt qua... Ja, nu is alles netjes. Ja, daar, hè. Misschien moet ik hier ook maar een deur gaan maken, maar dat weet ik nog niet. Ja, op zich kan ik hierheen doen, omdat ik toch een OCD persoontje ben en ik de gang recht tegenover elkaar wil hebben. Classroom. School desk. En office desk. Zo, en dan school desk.
Hopelijk kunnen ze zo zitten. Ja, en dan daar de muur. Concrete wall. Oké, helemaal mooi. Komt hier even een deur in. Staff. Moet ik een... iemand daarvoor inhuren? Nee, ik hoef geen leraar in te huren. Dan wordt dit even gebouwd. Zo. Helemaal mooi. Dan heb ik een klaslokaal. En dat is alweer het einde voor dit filmpje. Ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie weer in het volgende video. Blow up.